Een paar jaar geleden zijn mijn broer en zijn vrouw begonnen met het bouwen van een studio in Uden. Ze hebben daar alle tijd die ze hadden in geïnvesteerd naast de lopende banen. Ze doen heel veel zelf, zijn heel creatief, verzinnen allerlei rariteiten om het geluid zo goed mogelijk te kunnen maken. 3 weken geleden is ontdekt dat hun 5-jarige zoontje acute leukemie heeft. In plaats van alle tijd die ze hebben spenderen aan het afmaken van de studio en deze opgestart krijgen, gaan ze de komende 2 jaar een traject van ziekenhuisbezoeken en overnachtingen bij het ziekenhuis tegemoet. Dat betekent dat de bouw van de studio stil ligt. En dat vind ik heel jammer. Lef Studios heeft een aantal gadgets die voor mij heel moeilijk zijn om te omschrijven, omdat ik er niet heel veel verstand van heb. Maar ik weet wel dat er plafonds bewegen, dat de vloer en de cabines allemaal loshangen, zodat er geen enkele geluidsoverdracht is. Mijn broer kan natuurlijk veel meer vertellen over dit soort dingen. Wij van Lef Studios zijn deze studio, dit hele project begonnen om het mogelijk te maken voor bands zoals deze, om producties te maken van topniveau voor een betaalbare prijs. Volgens ons is dat niet mogelijk in Nederland. Als dit gereed is, hopen we dat te kunnen realiseren. What you want in the door? Who loves hardcore? Giving you more and more. I don't know, but people say it can't be possible. Big positive, you love a posse, yo. But she is hard to find, a plain hard to get. De manier om dat te realiseren is om A. heel veel dingen zelf te doen. B. ervoor te zorgen dat er in het gehele opnametraject zo min mogelijk kosten ontstaan door problemen. Materiaalkeuze, akoestische eigenschappen. Er is alleen maar gekozen voor absolute topproducten of topprincipes. Die we deels zelf hebben gerealiseerd en deels aangekocht. Aan de technische kant hier hebben we gekozen voor een Icon D-Control, omdat het mogelijk maakt dat mensen hun project in meerdere stadia kunnen afwerken met enkele dagen of maanden ertussen. Dit is mogelijk omdat het 100% geautomatiseerd is. Zelfs de voorversterkers springen in de houding op het moment dat mensen terugkomen met een project. Dit werkt heel goed. Mensen kunnen gewoon binnenkomen, opbouwen en opnemen. Dit is ook mogelijk omdat de akoestische eigenschappen van de opnameruimte van dusdanig niveau zullen zijn dat eigenlijk alles waar u ook staat met uw instrument klinkt goed. Het is enkel een kwestie van keus. Hoe wil ik het laten klinken? We hebben de mogelijkheid om iedereen gescheiden op te stellen, allemaal in een eigen cabine. Dit maakt editen achteraf bijzonder eenvoudig en enkel de persoon die iets over te doen en niet het gehele orkest of band. Het bedrag is nodig om de studio geopend te krijgen. Het hoeft niet allemaal perfect, maar het is wel fijn als de voordeur niet klemt, als de muren niet meer afgeven, als er een vloer ligt in plaats van een stoffige betonnen bodem. En daarvoor heb ik jullie hulp nodig.